Yo Nintendo fans, welkom bij dag 4 van Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. Ik vind het een hartstikke fijn spelletje, jongens. Als jij het ook een leuk spelletje vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. We gaan eens kijken. In de vorige aflevering hebben we een telefoon gevonden. Maar we hebben nu dus een nieuw gebied gevonden. De Distant Tundra. Dus ik denk dat we nu even naar een nieuwe wereld gaan. En, hey, is daar de kapitein dan misschien in de Distant Tundra? Want Elf en Brittany, die hebben de kapitein nog steeds niet gevonden. Ja, en op dat plaatje daar rechts onderin, daar lijkt die kapitein... Ja, nu is er een blik eten, maar daar leek de kapitein te liggen inderdaad. Laten we er snel naartoe gaan om te kijken of we de kapitein kunnen gaan vinden met onze rode en onze zwarte Pikmin. En niet te verwarren met Pokémon. En inderdaad, dit is de missie, jongens. De kapitein vinden. Daar gaan we. En daar hangt weer een nieuw fruitje daar aan de boom, zo te zien. Of, nou ja, ik weet niet of het echt een boom is. Oh, 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 nee. Oh, Brittany is weer kwijt. We kunnen ook gewoon geen ruimteschip besturen, hè. Jongen, jongen. Kijk, Brittany, die ligt hier nu weer in de sneeuw. Helemaal alleen, zonder Pikmin. En ze vraagt naar Elf, maar Elf, die is hier niet. Je bent uit het ruimteschip gevallen, Brittany. Jongen, jongen. Wat een brokkenpiloten, jongens. Oh, gosh. Ja, nu moet ik dit dus zonder Pikmin gaan doen. Ja, helemaal top. Hoe gaan we dit doen? Hallo? Hallo? Oh, kijk. Kijk eens. Ja. Daar zijn de gele Pikminnetjes, jongens. De gele. En die kunnen dus tegen elektriciteit. Sterker nog, ze kunnen volgens mij een soort van elektriciteit opwekken zelfs. Brittany vraagt zich af wat deze gele Pikmin nou weer aan het doen zijn. Nou, die zijn daar lekker elektriciteit aan het opwekken. Of in ieder geval aan het verlengen. Kijk maar, dan gooi je deze drie ertussen en dan hoppakee. Dan hebben we het gemaakt. Net als Bob de Bouwer. We maken het gewoon. Oh, een lampie. Ja, dit is allemachtig wat prachtig. Oh! En we hebben de gele ui. Ja, de gele ui. En hierin kunnen we de gele Pikmin dus blijkbaar op gaan bergen. Nice. Nou, dan is het maar goed dat Brittany hier in deze grot is gevallen. Want die hadden we natuurlijk nodig. Oké, hier. Laten we even nieuwe Pikmin maken. Ja, ze lopen ook gewoon lekker door de elektriciteit heen. Dat boeit ze gewoon echt helemaal niet. Nice. Nice. Nieuwe Pikmin. Daar nog eentje. En nog twee. Zo, hoppakee. Yes. En eens even kijken of we dit ding kunnen pakken. Ja, dat kan. En inderdaad, de gele Pikmin, die kunnen dus elektriciteit geleiden. Nou, ik denk dat we dus even 20 Pikmin moeten gaan vinden. Zodat we straks deze steen hier zo vanaf kunnen duwen. En we zitten nu op 9 Pikmin. Hoppakee. Er komen er nu weer 2 bij, denk ik. Yes. Welkom, gele Pikminnetjes. Wat vriendelijk trouwens, hè. Dat die Pikmin me gewoon allemaal gelijk gaan helpen. Dat vind ik echt super aardig. Nou zou ik hier Pikmin naartoe kunnen gooien. Maar ik weet niet of zij dan nog terugkomen. Dus laten we eerst maar eens hier naar beneden gaan. De gele Pikmin, die kan je hoger gooien dan de andere kleuren Pikmin. Oh. Kijk. Ja, kijk, ze kunnen hier naartoe. Nice. Dan kunnen ze dat dingetje even pakken. Hier hebben we er nog eentje. Dan hebben we hier nog één zoombloempie. Die kunnen we even meenemen. En dan denk ik dat we wel genoeg Pikmin hebben nu. I can feel a drought coming in. Volgens mij komt er iets aan, jongens. En dat betekent niet veel goeds, volgens mij. Kijk, hoppakee. Alle dingetjes zijn weer teruggebracht hier naartoe. Eens even kijken hoeveel we er inderdaad nu hebben. Volgens mij hebben we er dan nu inderdaad precies 20. Ja, er zijn er 20. Ja, top. Die kunnen we allemaal hier naartoe gooien. Duwen. Of kunnen we chargen? Chargen. Lekker bezig, jongens. Kijk. En zo kunnen we naar buiten. Oké, nou, dan gaan we nu eens even hier kijken, jongens. We gaan naar buiten. We gaan uit de grot. We gaan kijken of we Elf kunnen vinden. Want ja, die heeft het ruimteschip weer echt slecht bestuurd. Ja, daar hebben we natuurlijk ook de kapitein voor nodig, hè. Die kan natuurlijk het schip besturen. Elf en Brittany, die zijn daar een stuk minder goed in. Brittany, die zegt wel, ja, het is wel echt fijn om weer buiten te zijn. Ik wil ook naar buiten! Ja, maar jij mag niet naar buiten. Jij bent een... Ja, jij staat al in een pot. Jij wil niet buiten geplant worden. Ik wil lekker met die Pikmin buiten. Maar Brittany, die werd een beetje claustrofobisch in die grot. Ah, nee. Oh, nee. We moeten weer een brug maken. Hé, daar is Elfie. Yo, Alf. Laten we samenwerken. Hallo? Hallo, Brittany. Oh, ja, je bent gelukkig oké, zegt Elf. En Elf die zegt, ik zie dat je aan de andere kant van de rivier bent. Ja, dat klopt. We moeten elkaar even instructies geven, want we moeten eventjes samenwerken. Ja, dat lijkt me een goed plan. Ik weet niet of ik vanaf hier heel veel kan doen. Maar het is in ieder geval erg koud op deze planeet, zegt Brittany. Oké, laten we eens even kijken. Ik kan sowieso met de gele Pikmin niet dat kristal slopen. Ik kan wel hier naartoe en hier kan ik de Pikmin de andere kant op gooien. We kunnen ook deze even nakken. Pak hem. Maak hem kapot.
Lekker! Kan ik hier iets mee met deze Pikmin? Kunnen zij iets doen? Kunnen zij bijvoorbeeld dit kapot maken? Ik denk het wel, hè? Volgens mij... Ja, dit is op hun lijf geschreven, volgens mij. Alhoewel, ik twijfel. Ik twijfel, jongens. Oh, jawel, ze kunnen het wel. Lekker bezig, gasten. Nou, gaan jullie even dat ding kapot maken? Dan ga ik even die andere gele Pikmin ophalen hier. Kijk, want die zijn natuurlijk die enemy weer hier naartoe aan het brengen. En dat levert er weer allemaal nieuwe gele Pikminnetjes op. Zo, en dan kunnen we weer naar buiten glijden. Nou, eens even kijken of ze dat ding al kapot hebben gemaakt. Ja, dat hebben ze. Nice. Nou, vraag ik me wel af of we hier naartoe moeten echt. Gele Pikmin, die zijn goed in graven, wordt er gezegd. Oh, kijk, oké. Oh, wow, 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 wow. Wow, dat was niet cool. Wie gooide die sneeuwbal daar vanaf? Oh, wow, 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 die zijn allemaal enemies, joh. Hier zijn allemaal larven. Ga even lekker graven. Oké, ik heb duidelijk ook andere kleuren Pikmin nodig hier. Kunnen jullie dit regelen, jongens? Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Juist, oké, kom, kom, we gaan. We gaan, we gaan. We hebben zwarte Pikmin nodig, jongens. Op deze plek hier kunnen we Pikmin ruilen. Dan moet ik even schakelen naar 11. En dan moeten we inderdaad even Pikmin gaan ruilen. Dus ik denk dat ik even 25 van die zwarte daar naartoe gooi. En ook 20 van die rode of zo. Oké, cool. We moeten even ruilen. Hier, heb jij allemaal van deze kleur Pikmin? Kan jij dan een paar van die elektriciteiten naar de andere kant gooien? Oké, ik hou er ook een paar zwarte bij mij. Oké, dan ga ik wat gele naar die kant gooien. Oké, kom maar mee, jongens. Kom maar mee. Ik heb namelijk hier die zwarte nodig... Oh, om dit te chargen. Zo, dan heb ik nu die... Oh, wow, 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 wow. Oké, maar pak deze gast. Pak deze gast, maak hem kapot. Maak hem kapot. Ik wist niet dat dat ging gebeuren. Lekker. GG. Kunnen we deze ook meenemen dan of niet? Want volgens mij willen die rode naar de rode bulb toe. Dus ik weet niet of dat gaat werken. Laat die gele deze maar anders meenemen. Maar ik heb alleen nog maar 5 gele bij me. Nou, dan mogen 2 zwarte even helpen. Zo, hoppakee. Kunnen we dit niet chargen trouwens? Nee, hè? We kunnen wel hier verder met die zwarte Pikmin. Charge! Let's go! Nice! Ah, maak hem kapot, maak hem kapot, maak hem kapot! Maak hem kapot! Oh nee, oh nee, oh nee. Nog een klein beetje, nog een klein beetje, klein beetje. Lekker, lekker gedaan. Nice, ik ben trots. Oké, hier kunnen we een stukje brug bouwen. Maar ik denk dat we eerst even deze uit de weg moeten ruimen. Even deze kapot maken, jongens! Waar is die? Oh, daar is die weer. Pak hem! Hij is bijna kapot! Hij is bijna kapot! Lekker, guys. Lekker, lekker, lekker. Oké, kom op. Hey, dit is weer een bericht van Captain Olimar. Die is hier ook weer geweest. Wat doen jullie hier allemaal? Oh, kijk, daar staat de rest. Guys, kom eens even mee, jongen. Breng deze eens even mee naar huis. Ja, wacht. Eigenlijk moet de prioriteit liggen bij een brug bouwen, jongens. Nee, we moeten even brug bouwen. Kom maar, kom maar. Kom maar, allemaal. Squad. Hallo. Kom, ik ben hier. Oh, kijk, hier komt de rest van de squad. Hallo. Oké, we nemen deze larven eens eventjes mee naar huis. Ja, oké, jullie brengen ze naar het andere huis. Helemaal top. Is de brug inmiddels gemaakt? Nog niet helemaal. Oh, wacht, ja, kijk, ze kunnen niet naar huis. Ze kunnen nog niet naar huis, want de brug is nog niet gemaakt. Nou, guys, dan mogen jullie gewoon even allemaal bij mij komen. Zo, hoppakee, leg maar even neer. Dan mogen jullie hier even chargen, zwarte Pikmin. Nice. Oh, wow, 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 wow. We zijn hier even naartoe gebounced. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, er is een enemy. Er is een enemy, er zijn enemies daar. Bounce, charge. Lekker, pak ze. Pak hem. Top. Lekker. Nu deze. Oké, kom, 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 kom. We gaan allemaal naar de achterkant. We gaan allemaal naar de achterkant en dan nu pakken. Ja, oh, hij was al dood. Hij was al dood. Nice. Hier moeten ze nog even een bruggetje gaan bouwen voor mij. Lekker bezig, guys. Jullie zijn lekker zelfstandig allemaal. Ik ben trots op jullie. Ik denk dat we nu klaar zijn met de brug bouwen. Volgens mij hebben we nu alle stukjes, dus nu kunnen we ook daadwerkelijk naar elkaar toe. Denk ik. Toch? Nog niet? Nog lang niet? Wat? Oké, hoe gaan we dit doen? Waar kunnen we nu nog naartoe? Waar zou nog een stukje brug liggen? Oh, misschien aan de andere kant. Misschien moet hij nu het stukje brug gaan bouwen. Oké, wij zijn nu aan zet. Charge! Het ziet er niet naar uit trouwens dat hier een brug is hoor, maar... Oh, dit is een elektriciteitsmonster. Oh, 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 we moeten even weg, jongens. We moeten even weg. De gele Pikmin moeten hem even slopen, want dit is dus een elektriciteitsmonster. Pak hem. Nee, nee, niet de stenen. Nee, 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 niet de steenpikmin. Nee, 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 nee. Nee, de elektriciteitspikmin moeten hem pakken. Nice. Lekker. Oh jee, er zijn weer van die sneeuwmonsters, jongens. Waar gaan we naartoe? Ik denk toch echt dat we even... Juist, kijk, hier moeten we naartoe. Hier moeten we naartoe. We moeten de brug bouwen. Ja, lekker. Als jullie dan even dit monstertje terugbrengen. Lekker bezig. Lekker bezig. Ja, nice. Breng ze maar lekker terug naar huis. Oh, kijk, kijk. Ja, zie je? Hier zo.
Ja, wij gaan ook onze taak doen om even een brug te bouwen. Oké, dan wil ik jullie wel even allemaal hier hebben, jongens. Niet doorlopen. Jongen, oh, dat is wel naar. Dat ze elke keer dus weer teruglopen naar de plek waar ze vandaan kwamen. Oh, er lag nog meer brug. Oh, dus ja, oké, dan is het wel slim. Ik dacht dat we al lang klaar waren. Ja, dit gaat de goede kant op. Maar we moeten nog een stuk brug vinden, hoor. Kijk maar, we moeten namelijk nog 30 van die steentjes, denk ik. En ik denk dat we er dan zijn. Nou, dan moeten we even uitzien te vinden waar dan de rest is. Sowieso moeten we even deze aangepakken met z'n allen. Toppie. Wat is dit? Moeten hier graven? Dat kunnen die gele pikmin heel goed graven. Dus die mogen lekker gaan graven. Dan mogen de zwarte pikmin mogen deze muur even gaan breken. Hoppakee. Kijk, multitask is dit, hé. Oh, daarboven ligt trouwens een kers. Daar moeten we eventjes die gele pikmin dan op gooien. Gele pikmin die kunnen namelijk gewoon zo hoog klimmen. Kijk, toppie. Dan hebben we gelijk weer even een nieuw fruitsoortje ontdekt. Oké, dit ziet er best wel spannend uit. Rode pikmin die kunnen tegen vuur. Dus ik denk dat die rode pikmin even een korte metten moeten maken met deze vuurslakken. Oh nee. Nee, pas dan op, joh. Nee, de zwarte pikmin die staat in de brand. Nee, rustig aan, vriend. Rustig aan. Kom maar gewoon even hier naartoe. Kom maar allemaal even hier naartoe. Dan ga ik mijn rode pikmin even hierop afsturen. Als die wil, ja. Ja, pak hem. Nee, hij eet mijn pikmin op. Laat mijn pikmin met rust. Jij schaaf uit. Kijk, en hier is weer een stuk brug. Hoppakee, lekker. Een paar anderen mogen even het fruit meenemen. Wat is dit trouwens? Gooi pikmin in de candybob bud. Oh, en dan veranderen ze van kleur. Oh, oké. Dat is misschien wel handig. Oeh, ja, er wordt gezegd dat er een signaal gaande is. Maar, kijk, we hebben nu de brug gemaakt. Dus dat was onze eerste prioriteit. We hebben de kapitein misschien gevonden. Maar hey, ik ben al lang blij dat we nu reunited zijn met elkaar. Komen jullie even lekker mee allemaal, pikminnetjes? Oude toppers. Kijk, we hebben hier dus nu een shortcut gemaakt ook. Dat is ook wel lekker. Ja, en de dag is ook alweer bijna voorbij. Dus ja, ik denk dat ik de gele pikmin eventjes naar de gele pikmin bird ding moet brengen. En de donkere en de rode maar gewoon alvast hierin moet doen. Zo, gaan jullie maar alvast slapen. Dan neem ik de geeltjes nog even mee. Volgens mij zou Brittany ook hier ergens wel moeten zijn. Ondertussen kunnen we misschien ook deze nog eventjes meenemen. Er zijn nog ergens 9 rode pikmin ook. Zouden die dan hier in deze grot zijn? Nee, hier zijn alleen maar gele en een paar zwarte ook nog. Oké. Nou, we hebben nog wel een klein beetje tijd. Maar we moeten ook die rode pikmin nog gaan zoeken. Ik ben die rode pikmin kwijt. Ik wil niet weer pikmin achterlaten, jongens. Dat is zo zielig om pikmin achter te laten. Dat voelt niet goed. Oké, we kunnen nog wel even hier naartoe. Dit moet nog wel lukken, jongens. Kijk, deze wil ik nog heel even naar huis brengen. Met 12 pikmin. Kan er gewoon heel veel opgooien. Zo, hoppa. En misschien lukt dat ook nog wel met deze dan. Toppie. Breng het maar naar huis. Yo, Brittany. Yo. Alleen, waar zijn die rode pikmin gebleven? Zijn die hier ergens achtergebleven? Nee, zo te zien zijn ze niet hier. We kunnen nog wel even dit fruit meenemen, denk ik. En dan gaan we nu naar huis, jongens. En snel. Nee. Nee, jongens. Waarom gaat de tijd nu zo snel? Nee. Oh, ik ga weer pikmin verliezen. Ik heb nog maar 5 tellen. Ah, 4. Oh, ik ga sowieso weer pikmin verliezen. Dit ga ik niet meer redden. Ik overschat de tijd. Ik overschat de tijd heel erg. Er is geen tijd meer. Nee, deze gaan allemaal dood. Oh nee, dit doet pijn, jongens. Oh, we zijn er nog een paar verloren. Het voelt alsof je gewoon niet goed voor je huisdieren zoekt op het moment dat, kijk, dat deze pikmin gewoon kaart worden opgevroten. Dit is toch zielig? Ze hebben mij geholpen en dan krijgen ze dit als lot. Nou, in ieder geval gaat nu wel, denk ik, de gele en de rode en de zwarte ui, die gaan even mergen. Die komen lekker bij elkaar, dus dat is top. Dan hoeven we ze niet meer naar verschillende plekken terug te brengen. Nou ben ik wel heel benieuwd hoeveel pikmin we verloren zijn. We hebben ook een nieuw fruit. We hebben namelijk een kers gevonden. Ja, dat andere fruit dat hebben we net niet binnen weten te slepen. Ik had toch net iets te weinig tijd. En dit is de samenvatting van de 4e dag in de pikminwereld. Ja, kijk. Oh. Aan het einde zijn we toch al wat gele pikminnetjes verloren. Ja, het valt nog mee. Het zijn er gelukkig niet heel veel die we kwijt zijn. Maar in deze aflevering hebben we in ieder geval de brug weten te fixen. Hebben we Elf en Brittany weer bij elkaar weten te krijgen. En hebben we natuurlijk de gele pikmin weer gevonden. Dus dat is super nice. Dus al met al ben ik wel tevreden over deze dag, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal als je Nintendo video's elke dag wil zien. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatju. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!